inmiddels de vierde aflevering van de Top 100. Nog maar één dag en dan weet je naar welke games van volgend jaar wij het meest uitkijken. Vandaag eerst nog even de titels die de top 10 net niet wisten te halen. Laten we als de bliksem beginnen met nummer 25, Infamous 2. Hoofdrolspeler Cole ziet er weer meer uit zoals in het eerste deel en dus kunnen fans rustig slapen tot de game volgend jaar in de winkels ligt. Op 24 gaat eindelijk weer een nieuw Mortal Kombat toernooi van start. This is where I was reborn. This is where you will pay. Street Fighter deed het vorig jaar al. In 2011 moeten andere grote namen in het vechtgenre zijn verdiende comeback gaan beleven. De serie gaat weer voor een 18-plus stempel en trekt daarvoor bottenbrekende slag- en schopbewegingen uit de kast. De fatalities zijn ook terug en een röntgencamera zorgt ervoor dat de impact van de slagen niet verloren gaat. Mortal Kombat heeft een nieuwe engine en komt met een tag-team-modus, maar toch vestigen we onze hoop meer op het teruggrijpen naar oude successen. Het negende deel lijkt het gelukkig ook bij hard en simpel te houden. Iedere knop staat in dit deel bovendien voor een apart ledemaat en zo blijven de bewegingen van personages overzichtelijk. Natuurlijk zijn er nog wel genoeg speciale aanvallen om van de gevechten een waar spektakel te maken. De eerste ronde bracht ons ouderwets spelplezier, nu nog een flawless victory voor Mortal Kombat. Een plekje hoger nemen we de stylus in de hand om de geschiedenis te herschrijven met Ghost Trick. Hoofdpersonage Sissel kan 4 minuten terug in de tijd reizen om orde op zaken te stellen. Dat belooft interessante puzzels op te leveren. Op 22 sluiten we de Gears of War trilogie af. Bedenker Cliff Bleszinski denkt dat spelers bij een drieluik het tweede deel het minste vinden en daarna weer razend enthousiast zijn. En daar kan hij best eens gelijk in hebben. Wij vonden Gears of War 2 al meer dan goed, maar denken dat deel 3 het als sluitstuk nog net wat beter gaat doen. Het wordt er in ieder geval kleurrijker op. Spelers kunnen daar tijdens de singleplayer deze keer zelfs met z'n vieren tegelijk van genieten. Ook is het deze keer mogelijk om met de Locust te spelen, in een omgekeerde variant op de Horde-modus uit het tweede deel. Gears of War 3 lijkt zo vooral meer mogelijkheden te gaan bieden en verder alles wat de serie goed maakt dunnetjes over te doen. We kijken daarom uit naar een waardige afsluiting en zijn benieuwd naar het lot van de derde Carmine-broer. Voordat we de top 20 gaan behandelen, eerst nog Fez, waar de tweede en derde dimensie elkaar zonder tegenstribbelen aflossen. De 20ste plek is voor Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds. En op nummer 19 wordt de strijd tussen het Sprawl Team en de Necromorphs beslecht in Dead Space 2. Op 18 vinden we de interactieve animatiefilm Ni no Kuni. Level 5 gaf het spel de wat ongelukkige werktitel The Another World, maar is gelukkig beter in het maken van boeiende RPG's. De animaties laat Level 5 over aan Studio Ghibli en een betere kandidaat voor die taak kunnen we zo 1, 2, 3 niet noemen. De Disney van Japan weet als geen andere hoe je een magische wereld tot leven brengt op het witte doek en zet nu zijn talent in om hetzelfde te doen met de spelwereld van Ni no Kuni. In deze traditionele RPG speel je met een 13-jarig jongetje dat zijn moeder verloren is. Hij krijgt een toverboek dat hem naar een parallelle wereld stuurt, waar hij zijn moeder weer tot leven hoopt te wekken. We kijken uit naar de prachtige muziek en beelden van Ni no Kuni, die ook bijna niet meer van deze wereld zijn. Voor de gameplay kijken we Level 5 streng aan, om hen te behoeden voor gemakzucht. Van een traditionele RPG gaan we naar een ouderwetse shooter, Bulletstorm. Snelle gameplay die het zo stijlvol mogelijk afschieten van vijanden aanmoedigt, belonen we met een 17e plek. The Witcher 2 Assassin of Kings zien we terug op 16, ver richting de absolute top van 2011. I thought that beast would turn into bits when it came out of the clouds. Het vervolg op de typische PC-RPG moet toegankelijk worden voor meer spelers en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Waar het eerste deel vooral positief verraste, moest ontwikkelaar CD Projekt nu plotseling hoge verwachtingen zien waar te maken.
Gelukkig zijn niet alleen de verwachtingen, maar ook de middelen van de studio gegroeid. En lijkt CD Projekt prima in staat om van The Witcher 2 een topper te maken. Voor deel 2 is er speciaal een engine ontworpen en dat zorgt voor mooie plaatjes. Ook de animaties zijn er soepeler op geworden en de camera neemt vaker een filmisch standpunt in. Keuzes die je maakt in het spel hebben nog altijd vergaande gevolgen. En er is wederom plaats voor romantiek, al is het deze keer een stuk subtieler. Waar The Witcher vooral goed in was, waren de gevechten. En deze zijn in het tweede deel beter uitgewerkt. Minder stroef, maar nog altijd behoorlijk tactisch. The Witcher 2 komt op 16. En hopelijk ook ooit nog naar de consoles. Op 15 staat het eerste exclusieve Wii-avontuur van Link. The Legend of Zelda Skyward Sword. Het spel gebruikt de Wii Motion Plus techniek om spelers meer controle over het zwaard van Link te geven. De gameplay is met het oog op de verfijnde besturing ontworpen en vraagt om grotere precisie in het bevechten van vijanden. Sommige tegenstanders zullen met een specifieke slagrichting aangepakt moeten worden en zijn alleen op die manier te verslaan. Skyward Sword vertelt over Link uit een land in de lucht dat boven een kwaadaardige wereld zweeft. Met het gelijknamige zwaard moet Link tussen de twee werelden reizen om een einde te maken aan de bezetting door kwade krachten. Waar het vorige deel Twilight Princess nog duidelijk uit het GameCube-tijdperk kwam, is Skyward Sword speciaal voor de Wii ontwikkeld. De grafische stijl is deze keer luchtiger en gebruikt meer pastelkleuren dan zijn voorganger. We vrezen alleen wel voor het feit dat Nintendo te veel concessies maakt om een grotere doelgroep aan te spreken en zetten de nieuwe Zelda daarom op 15. Na de shooters Resistance 3 en Gears of War 3 sluit ook de Killzone-serie volgend jaar zijn eerste trilogie af. Killzone 3 komen we tegen op 14 en komt daarmee gevaarlijk dicht bij de top 10. Met deel 2 nam ontwikkelaar Guerrilla al hele grote stappen en moest het zelfs aan de slag met een hele nieuwe console. Voor het derde deel is er al een fundament voor het maken van spellen voor de PlayStation 3 en werd het eerder verzette werk voornamelijk voortgezet. Het spel is daarnaast een boegbeeld voor Sony om de potentie van Move en 3D in een grote titel te laten zien. Killzone 3 pakt het verhaal op waar het vorige deel eindigde en vertelt over hoofdpersonage Sev. Hij raakt op de Helgan-planeet opnieuw in een hevige strijd verwikkeld, maar deze keer zijn het de verschillende Helgan-facties die het met elkaar uitvechten. Sev bevindt zich zonder versterking tussen twee vuren en zal een manier moeten vinden om te ontsnappen. Guerrilla belooft dat het bekende gameplay en het nieuwe verhaal in deel 3 meer als één geheel aanvoelen. Wij geloven hier wel in en gaan ervan uit dat het Nederlandse Guerrilla ons trots maakt. My name is Logan Thackeray. I'm human. A citizen of the nation of Kryta. I defend Divinity's Reach. Het ongeluksgetal is voor Guild Wars 2, dat het ongeluk heeft als MMO volgend jaar naast World of Warcraft te moeten staan. Veel spelers zullen de overstap naar het tweede deel niet wagen en blijven gewoon bij hun vertrouwde Blizzard game. Wel zullen veel twijfelaars en mensen die sowieso niets van World of Warcraft moeten hebben erg blij zijn met de komst van Guild Wars tweede deel. Het eerste deel wist al een grote en vooral vaste groep spelers te verzamelen en het vervolg lijkt op alle fronten beter te worden. Ontwikkelaar NCSoft heeft duidelijk een eigen visie die het in ieder aspect van het spel laat doorschemeren. Bij het maken van een personage zul je aan moeten geven wat voor afkomst je hebt en hoe je bent als persoon. Dit bepaalt waar je avontuur in de wereld van Guild Wars 2 begint. Ook draait niet alles om het uitvoeren van opdrachten, maar zullen er op willekeurige momenten gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden waar iedereen aan mee kan doen. Zelfs het systeem van in level stijgen, waar je ieder opvolgend level weer meer experience voor nodig hebt, wordt wellicht overboord gegooid. We zetten Guild Wars 2 op 13 omdat de MMO het verdient om heel groot te worden. Op
12 verwelkomen we Total War Shogun 2 met zijn nieuwe naam. De Total War-serie speelt zich eigenlijk bij ieder vervolg weer in een nieuw tijdperk af, maar maakt hierop een uitzondering door terug te keren naar het feodale Japan. In 1477, the Onin War led to the fall of the old Shogun. As thousands of brave samurai spill the blood of their brothers on the once peaceful islands of Japan. Shogun 2 komt ruim 10 jaar later uit na het eerste deel en kan dus profiteren van de ervaring die ontwikkelaar The Creative Assembly over de jaren heen heeft opgebouwd. Ook de techniek heeft niet stilgestaan en dus kunnen er een stuk meer manschappen tegelijkertijd op het scherm getoond worden. Shogun 2 houdt nog steeds vast aan de combinatie tussen real-time gevechten en het turn-based principe voor de rest van de handelingen, zoals politiek voeren. Binnen de legers zijn er agents om meer persoonlijkheid aan de gevechten te geven. Zij doen ervaring op en kunnen zich later ook specialiseren. Als speler kun je een agent erop uitsturen om het vijandige leger alvast een flinke klap toe te dienen, door bijvoorbeeld hun generaal te vermoorden. De Creative Assembly snapt ook dat de fans vooral een verbetering in de computergestuurde intelligentie willen zien en zegt dat het daar flinke vooruitgang in heeft geboekt. Tot nu toe lijkt het met het totaalplaatje van Shogun 2 wel goed te zitten, goed genoeg voor een 12e plek. Now is your time to master the techniques your forefathers have given. Now is your time to overcome all opposition to become Shogun. Now is the time for total war. Net buiten de top 10 valt Duke Nukem Forever nog altijd koud op ons dak. We kunnen het maar moeilijk geloven dat het spel volgend jaar gewoon in de winkels ligt. De oorspronkelijke ontwikkelaar 3D Realms heeft een decennium de tijd gehad om beloftes te maken over de overdreven shooter. De game werd alleen steeds uitgesteld, maar nu Borderlands-maker Gearbox de touwtjes in de handen heeft, zijn de verwachtingen toch weer hoog opgelopen. Duke Nukem Forever heeft niets meegekregen van de evolutie die in het shootergenre heeft plaatsgevonden en moet het dus vooral hebben van humor en ouderwetse actie. De slechte one-liners van de Duke schieten je als kogels om de oren en zijn gelukkig weer net zo aanstekelijk. Het spel neemt zichzelf voortdurend op de hak en herinnert je eraan dat je toch echt Duke Nukem Forever aan het spelen bent. Verder zul je het moeten doen met de brute actie die je misschien nog wel van Duke Nukem 3D kent. Een arsenaal aan overtrokken wapens geeft je vrij spel om alles om je heen aan gort te knallen. Het lijkt precies te worden wat fans willen, als ze er na al die jaren nog zijn. Het risico bestaat natuurlijk dat Duke Nukem Forever ergens tijdens de 11 jaar ontwikkeling zijn kruid al heeft verschoten. Daarom een notering net buiten de top 10. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 1 na laatste aflevering. Morgen krijg je dan eindelijk te zien welke 10 games zich de meest veelbelovende titels van volgend jaar mogen noemen.